We zitten ook nog steeds op Heyday. Alleen iets minder. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Er is een nieuwe derby. Voor mij dan. Er is een nieuwe derby gestart. Uiteraard, ik doe mee. Maar ik heb de vorige keer niet meegedaan. Ik ga deze waarschijnlijk ook niet doen. Het is een krachtderby. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ik ben even geen derby mens meer. Eventjes geen derby's. Zeker de krachtderby. Normale derby, oké. Maar de krachtderby niet. Nee, wat ik aan het doen ben, is voorraden weer aanvullen. Ik wil alles weer een beetje lekker op voorraad hebben. En ik probeer ook de gewassen op voorraad te krijgen. Dat moet, als het goed is, ook weer gewoon lukken. De tomaten, de peppers, de sla. Even kijken, wat hebben we nog meer? Deze ook, hè, de pioenetjes. Maar als ik het zo bekijk, oh ja, deze moet er nog wel gedaan worden. Maar die ga ik er nu niet op zetten. Ik heb ook aardappels nodig. Dat zijn allemaal van die dingen die moet je dus wel even tussendoor blijven maken. En dus doen we dat 's nachts erop zetten. Een beetje verdeeld over de velden. Nu pak ik maar even deze. Want dan ga ik even kijken wat ik aan voorraden nog moet doen. Want ik heb al heel veel voorraden weer aangevuld. En ik ga mijn voorraden verkopen van de andere boerderijen. Ja, dat is wat ik ga doen. Want dat was eigenlijk al de planning. En wat ik dan ga doen is die voorraden verkopen. Die koop ik dan met deze boerderij. En dat ga ik dan verkopen in de shop als ik te veel heb. Even de suikers aanvullen. Ik heb wel genoeg suikers, maar toch. Ze moeten wel blijven draaien. Ik heb deze ook weer gemaakt. Het begint weer een beetje omhoog te schieten. Dus eigen voorraad uiteraard. Ik geloof niet dat ik veel voorraad heb van Gijsje. Nee, Gijsje heeft niet zoveel voorraad meer. Alleen die nog. Dus nee, daar ben ik al aardig doorheen. Af en toe dan kan ik Gijs gratis gebruiken. Ja, dat is natuurlijk leuk. Even kijken, heb ik hier nog wat van? Dat is nou ook op, zie ik. Deze. Ja, maken we hier wat extra van. Dat kan geen kwaad. Sojasaus. Dat hebben we net gedaan. Even kijken. De farmpas is ook nog bezig. Even kijken. Wat hebben we hier nog allemaal? Ja, dit is allemaal wel op voorraad. Volgens mij heb ik het meeste wel goed op voorraad. Maar we gaan eens even kijken wat ik kan doen. Op die kleinere boerderijen. We beginnen dan bij de boerderijen die dan in deze buurthuis zitten. Lijkt me handig. Dat kan ik heel makkelijk, ja, niet zo doen. Jawel, zo. Even gewoon kijken wie hier de laagste level heeft. Dat zijn de storage boerderijen. Maar die ga ik niet bezoeken. Ik pak Murkwood. Die ga ik bezoeken. Murkwood. Kijk, hier heb je Murkwood. En dan gaan we eens even kijken. Deze. Sowieso is er een cadeautje. Dat is een beetje dat. Met die heel. Of wat is dat? Wat een raar figuur. Een of andere voetballer of zo. Ze zijn er in ieder geval heel wat hype erover daarbij. Supercell. Ja, geweldig. Even kijken. Laten we het eens proberen. Doen we niet. Even kijken. Truc. Die kan ik dus doen. En dan gaan we even kijken wat we kunnen patsen. Dan heb ik ook meteen een idee van wat er eigenlijk allemaal in de schuren staat. Qua voorraad. Upgrades. Wat ik allemaal heb, zeg maar. Kijk, zoals dit. Want ze hebben natuurlijk dat evenement gehad. En dat was natuurlijk hartstikke tof. Maar ik wil wel eens weten wat ik nou uiteindelijk heb aan upgrades. Wat heb ik daar nou? Ik heb hier alles al verkocht, zie je dat?
Ik denk dat ik al bezig ben geweest met een opruiming. Hier kan ik natuurlijk upgrades gaan bewaren. Het was ook niet de bedoeling dat ik ze hier ging weghalen. Ik ga gewoon alles verkopen. Die niet. Wel twee kippenvoer. Zou ik ook verkopen. Even kijken. Dit ook. Nog vijf van deze. Nou ja, weet je wat ik kan doen? Is dit even opmaken. Dan heb ik ook geen melk meer. Zie je dat? Ik kan natuurlijk altijd brood maken. Dat maakt niet uit. Want ik heb de gewassen. Altijd op de velden staan. Wat is hier het hoogste gewas wat ik kan maken? Dat is katoen. Gaan we dat doen? Dat levert nog tenminste wat op, zeg maar. Als ik hier de volgende keer kom, dan kan ik nog wat katoen verkopen. Deze pakken we ook even bij. Even kijken, dan hebben we nog vijf van deze. Eén broodje. Eén koeien. Eén varken. En voor de rest is het allemaal upgrade. Ja, deze materialen niet natuurlijk. Maar, ja, weet ik niet. Moet ik dat gaan verkopen? Doet wel, maar... Oké, nou, dat hebben we dan gedaan. Dan gaan we even kijken naar de tweede boerderij die daarna komt. Dan gaan we niet terug naar... Dus Erebor. Nou, dan gaan we dus Erebor bezoeken. In de lijst. Ja, dat is deze. Gaan we daar naartoe. Gaan we ook natuurlijk een cadeautje pakken. Oeh, diamant. Hartstikke mooi. Cadeautje. Hartstikke leuk. Wat hebben we hier? De coins van het koi fish leftovers. Nou, die kreeg je natuurlijk nog. Als je niet alle kooi kon opmaken aan de cadeaugids. Hè? Even koekeloeren. Ja. Wat ik even kan doen natuurlijk is even gebruik maken van... Oh, dat is mooi. Waar zijn de koeien? Oh, hier. Kijk, ik kan natuurlijk gebruik maken even van dit. Om het een en ander te maken. Hoeveel heb ik er nog? Zodat ik niet hoef te verkopen, maar kan ik het op deze manier opmaken? Wat wil jij? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Even kijken. En wat hebben we nog meer? Deze. Kijk, dat levert me nog spijkers op. Dat is ook weer leuk. Uiteraard. En maar vier wol. Wat ik kan doen, is gewoon wat wol, maar iets maken in de... Wol maken, wou ik zeggen. Maar iets maken in de... Hierin. Want dit kost me gewassen. En dat is op zich niet erg. Nou, dat is mooi. Kijk, dit kan ik ook altijd maken. Die niet. Even kijken, wat is dit? Ei heb ik dan nodig. Heb ik toevallig nog wat... Ja, ik kan de kippetjes nog doen. Pakken we deze even. We kunnen nog aan het rad van Fortuin draaien. Hebben we nog iets leuks? Zo voor de dinsdagavond. Popcorn. Even kijken. Kunnen we nog wat wegbrengen? Ja, die... Ik wil altijd die bonnetjes daar weghalen. Maar dat doe ik nou niet. Want... Brood, ja. Ook idee. Wat gaan we nog meer verkopen? Even kijken. We hebben deze drie van. We hebben drie van deze. Wat zagen verkopen. Wat schepjes verkopen. Wat bijlen verkopen.
Maar zie ik dat we nog eieren hebben. Daar was ik net mee bezig. Dus ik kan dit wel doen. Dit is helemaal mooi. We hebben geen boter. Dit kan wel twee keer. En dit kan ook twee keer. Nou ja, dan hebben we toch aardig wat in de verkoop gezet. Dus dat is ook wel weer gunstig. In de maak, zeg maar, in de machines. Even kijken, pakken we deze. En nou zou je zeggen, waarom doe je dit nu eigenlijk? Nou, ik zal het je uitleggen. Het probleem, oh, ik zit het verkeerde erin te zetten. Spijkers, moet ik niet doen. Ik ben blind. Een blik op oneindig, hè. Waarom doe ik dit? Nou, ik zal het je uitleggen. Ik heb heel veel grote materialen of upgrade materialen in de grote boerderijen staan. En die kosten me best wel veel ruimte. En ik wil dat overzetten naar de kleine boerderijen. Want ik ga die grote boerderijen ga ik niet echt gelevelen. Ik ga de boerderijen levelen die ik onder de Ikita Farm bijvoorbeeld 110 en 79 volgens mij. En eentje van pakkenbeet. Veel. En die kan ik dan, zeg maar, de spullen van kopen. En dan bewaren in deze kleine boerderij. Nou, hoeveel ruimte heb ik hier nu? Best wel veel. Kijk, ik heb hier 85 ruimte. Zeg maar dat ik 100 ruimte reserveer voor deze boerderij. Met die spullen die ik er al in heb zitten. En dan kan ik dus nog 300 ruimte erbij kopen. Uiteraard lukt dat niet, want ik heb natuurlijk met een limiet te maken. En wat ik bijvoorbeeld kan doen, is van elk iets gaan verkopen. Dit is 10, ja. Dit zijn er 30. Dit zijn er 60. Nou, dan pakken we de tape 10. Pak ik de bouten op 9. En dan kan ik deze nog op 10 pakken. En dan heb ik hier, als het goed is, nu mijn boerderij vol. Zie, 89 heb ik nu gekocht. Dus die kan ik hier bewaren. Ik had eigenlijk moeten kijken of ik dit een beetje... Oh, nou, het is redelijk samen, hè. 45. Iets meer tape de volgende keer. Dan is het prima. Oké, wat wil jij? Te vroeg? Te vroeg. Was dit? Money? Ja. Hij wil wat? Nee. Nou, gaan we naar Mirkwood. Terug. Die heeft hoeveel ruimte? Nu. Waar staat de schuur? Hier. Die heeft, nou ja, iets minder, maar die heeft ook aardig wat ruimte. En die heeft ook, oké, ik zie dat ik hier wat meer tape moet doen. Dus misschien 15 tape. Ik, even kijken, 17 en 18. Dus ja, 15 tape en dan weer samen. Dus dat gaan we weer doen. Dus even 15 tape. Ja. Nou zag ik dat die ene had iets minder. Wat was dat nou? Of zetten we nu weer gelijk? Nee, niet helemaal, hè.
één plank meer. Dus dan zet ik nu nog even één plank erin. En dan zitten we op 16. Toch? Ja. Maar goed. Komt goed uit, want dan doe ik van elk nog één. Dan zitten we op 19. Nou, en dan gaan we dus, dit is 29, 39, 49, 59, 69, 79. En dan zou je zeggen, ja, doe dan meteen even wat extra's. Nou, ik zat te denken om dan even vast wat houten panelen erbij te gooien. Dan ben ik die ook kwijt. Dus dan is de stand. Iets is 39. Ik vind het wel fijn om dat gelijk op te laten lopen. Want dan heb je niet dat je straks zegt van, oh, ik heb 450 bouten, maar ik heb 100 tape of zo. Of 100 planken. Dat schiet niet op. Maar ik heb genoeg ruimte om dus nog meer, zeg maar, in te kopen. En dat is het grote voordeel. En wat ik nu ga doen, is met de grote boerderij, ga ik even naar Mirkwood, en ga ik gewoon die shop even leeg kopen. Ik denk dat ik dat kan doen. Ja. Dan ben ik alles kwijt. En dan kan ik eventueel weer spulletjes erin zetten. Is het belangrijk dat ik ze zelf verkoop? Of, ja, of dat die knakkers dat doen? Zoals Tom en die andere grote man. Weet je, ik koop ze wel. Want ik kan ze natuurlijk op de grote boerderij altijd wel gebruiken. Even kijken, wat heb ik nu? De uitbreidingen, alleen maar de landuitbreidingen, silo en schuur. Dat is wat ik wil. Goed, gaan we weer terug naar... niet Mercury, maar Erbor. Dan ga ik daar ook even naartoe. Op de grote boerderij. Is Erbor een grote level? Oh. Even kijken, dan pak ik daar ook even alles. Pak deze ook maar even, want dat was niet de bedoeling. Kijk, dan zetten we dit ook allemaal nog even erin. Dan ben ik dat geneuzel ben ik dan kwijt, zeg maar. Oh, ik mag wel de volle prijs vragen aan die knakker. Zo erg is het niet. Kijk, ik werk toch niet op de boerderij, dus voor mij maakt het niet uit. Als ik de ruimte ergens anders voor wil gebruiken, dan is dat in principe prima. Alleen die zaag nog. Nou, dan heb ik alles wegverkocht. Dus, ik heb... ja, alleen nog maar het hoognodige, zeg maar. Oké, nou, gaan we naar... de volgende op de lijst. Dat is, even kijken... Mirkwood, Old Forest. Hier staat Old Forest. Omdat hier Erebor niet tussen staat als... huh? Waarom staat... oh, dat ben ik zelf. Even kijken. Old Forest, daar gaan we naartoe. De. Het en een. Is dit nou Fangorn Forest of Old Forest? Volgens mij is dit Fangorn Forest. Dit is Old Forest. Oh, ik was in de war. Oké, we gaan hier nog even dat doen. Dit doen.
Nee. Nee. 205 munten. Geen idee of dat veel is. Ja, dus het is oké, denk ik, hè. Ik weet niet. Ik geloof niet dat het echt in verhouding staat met alles. Even kijken, ik heb hier best wel veel voer. Ik ben hier een beetje uitgeschoten met voer, denk ik. Mijn schuur is hier ook bijna 400. Dat is op zich niet slecht. Gaan we alles verkopen. Oh. Moeilijk, hè, dat rare tekentje. Nou zit mijn schuur vol op frekkels. Dus ik kan niet meer kopen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hier even verder met de verkoop. Kijk, kan ik best wel veel verkopen nog. Ondertussen ja, sparen we natuurlijk ook veel op. Pak alles wat ik maar weg zie. Zo. Ja, dan gaan we even terug naar Rekkels. Maar dan gaan we natuurlijk even wat spullen verkopen. Het is wel de bedoeling dat we een beetje ruimte houden in de schuur. Nee, uiteraard niet. Nee. Wat ik kan doen, ik kan wat bijlen verkopen, want ik heb er ook een paar gekocht. En ik heb wel heel veel bijlen. Dat is een beetje iets te veel, zeg maar. Dus ik ga er 100 verkopen. Bijlen vind ik niet zo erg om te verkopen. Kijk, wat kunnen we nog meer doen? Dit spul is wel fijn om te bewaren. Ja, dit is natuurlijk wat ik wil gaan verkopen direct. Dus dat gaat weg. Maar hebben we iets te veel producten? Bijvoorbeeld, nou, dit bijvoorbeeld. Kunnen we wel wat. Hoeveel schroeven heb ik? Maar die kunnen me sowieso wel gestolen worden. Ik krijg altijd veel schroeven. Dus een paar verkopen is niet erg. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer in overvoorraad? Een beetje veel spek. En voor de rest is het wel. Voor de rest valt het wel mee, hè? Zie? Niet echt schokkende hoeveelheden. Dus dat laat ik zo. Ga ik terug naar Old Forest. Ga ik hier naar Freckles. En dan ga ik hier wat verkopen. Dan ga ik eerst even kijken wat ik nodig heb. Twee panelen. Mooi. Niet slecht. Even kijken. Laat ik eerst even die rommel gaan verkopen. Is alles weer weg. Toch? Nou, kunnen we de rest ook verkopen? Vast. Ik kan altijd reclame maken. Hè? Ik bedoel, zo erg is het niet. Kijk, zijn we er ook vanaf. Even kijken, die. Deze. Deze even verkopen. Deze. Ja, die wil ik wel. Ja, die zijn wel fijn. En ook de maisbrood en de pannenkoeken. God, die kan ik niet meer zien, joh. Na dat evenement. Zoveel pannenkoeken. Werden er gevraagd. En die koekjes ook.
best wel veel van die spullen. Ook voor andere producten uiteraard, maar het was op een gegeven moment wel. Kijk. Zijn we alles kwijt? Nog twee erts en een suikert. Nog meer? Dat was hem, hè? Heb ik nog 375 minus 40, dus 335 ruimte ongeveer. Ik heb 2 bout, 4 tape en 2 planken, dus ik ga gewoon gelijk op. De laatste 9 tape dan een keertje, want ik heb minder tape. Ga ik achterin bij Freckles even koekeloeren. Wel zo veilig. Hoop dat ik daar even mijn spulletjes kwijt kan. Uiteraard vraag ik geen geld ervoor, want anders ben ik alles kwijt. Even kijken, dan moeten we de 20 planken. En 20 bouten. Ja, dus hebben we 59. Dus 69. 79. 89. Als het goed is. Hebben we goed gerekend? Ja, dat hebben we. Zie, senor. Dan hebben we hier ook een voorraadje. Dus ga ik gewoon overal een voorraadje aanleggen. Nu kan ik bijvoorbeeld volgende keer wat houten panelen en dat soort dingen aanleggen. Ja, en dan gaan we terug naar bijvoorbeeld bij Dingels even kijken. Wat ik dan nog aan voorraad heb, om dan nog een idee te geven. Ik vind het leuk om lekker te sparen. Dit soort spulletjes. Want dan kun je later een keertje zeggen van, oké, nou heb ik de zin om dingen over te gaan zetten. En dan ga ik eens even serieus wat dingen vergroten. Nee. Kijk, hier kan ik die aardappelen weghalen. Want ik heb hier best wel veel aardappelen. Jij kan nog een boodschap? Nee, ik ga jou niet inzetten. Haal er niet uit wat erin zit. Voor de 90 diamanten. Dus doe het maar even niet. Dus een kleine boerderij erbij hebben kan soms zijn voordelen hebben. Want dan kun je daar dus jouw voorraden bewaren. Misschien wil je er wel iets anders bewaren dan upgrades. Dat kan ik me wel goed voorstellen. Maar dat is misschien wel een idee. Wat het voordeel erbij is dat ik deze boerderij, die kan ik dan de voorraden weghalen en dan heb ik meer ruimte voor de producten. Moet je kijken hoeveel dat scheelt. Ik heb hier dus 168 bouten, 100 tape. Dus ik heb hier al 300, dus 383, 93. 393 plus 96, dus 500 bijna. Ja, 94 en 89. Dan zit ik aan 680 ruimte wat ik kwijt ben. Heb ik dat even goed uitgerekend? Ik ben een beetje vermoeid. Het was een warme dag vandaag. Vandaag waren we een heel klein beetje gezwommen. Wat je dan zwemmen noemt. Hij kon erin lopen en hij vond het toch een beetje griezelig. Maar ja, de grote zus deed het, Nikita. Dus hij was best wel 768. Shit, ben ik zo slecht in rekenen? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ja, kan wel eens kloppen. Klopt als een zwerende vinger. Auw. Ja, want je hebt 89 is 11 plus 4 plus 4 plus 6. Dus is 8 plus 6 plus 11 is 25. is dat zo? Ja, zal wel. Maar 768
ruimte is dat, die omgang? En dan heb ik alle drie, toch? 3, 3, ja. Dan heb ik nog de expansion nog niet meegerekend. Dan heb ik ook nog 38 en 31 en 20. Dus dat is nog eens een keer 2, even kijken, 71. 91. 859. Ruimte alleen maar aan, ja. Dat is dus alleen deze. Oké, gaan we naar Bailey's. Even kijken hoeveel ruimte ik daar nou kwijt ben. Plus. Hier is maar iets minder. Dat is 14. Nou, oké, dan zijn we er. Dus dan zitten we samen op 13,50. Dus ik reken even bij elkaar, tel ze even bij elkaar op. Dus ik ga gewoon, dat doe ik dan nog eventjes. Tel ze even bij elkaar op en dan gaan we even naar Nighthawk. Moet je nagaan, heb ik al 2 keer over 89, dus al weggestuurd naar andere boerderijen. Even kijken, hier staat de schuur. Even kijken, dat is 109,7. 68. 127. 115. 116. 103. 59. 49. 4-2. Hebben we alles? Geen idee. Zal wel kloppen. Ja, zal wel kloppen. 2326 items. Nee, misschien moet ik die bouter nog mee. Oh nee, die had ik ook gehad. Ja. Zijn boven de. Dus dan zit je. Herstel. 2327. 2327 items. Die ik dus in die drie boerderijen dus heb verzameld. In de loop van tijd. Kijk hier ook al. 117, 115, 197. Dik 400 items. Ja, dat scheelt natuurlijk wel in ruimte. Want ik zit hier op 11.162. Niet dat het erg is. Ik kan natuurlijk ook producten dumpen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat een beetje om het feit dat je soms best wel veel moet sparen. En het is ook leuker als je wat dingen spaart. Dan kun je nog eens een keertje zeggen van oké, nou wil ik die schuur eens een keer vergroten. Laten we dat doen. Leuk. Oké, wat hebben we nog meer? En andere evenementen? Niet. Oh, helemaal niks. Niets. Nada. Noppes. Nou, dat was snel klaar dan. Geen evenementen. Ja, het dorp is natuurlijk open. En je hebt de derby. Ja, en het is ook niet erg om even op adem te komen natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Nu het weer wat lekkerder begint te worden. Gaan jullie dan ook iets minder heyday spelen? Of zeggen jullie van, oh, no way. De verslaving die blijft. Ik speel wel ietsje minder HD, maar ik denk dat jullie wel begrijpen waarom. Keuzes maken. Soms vind ik het ook wel even leuk om wat anders te doen. En ik vind het nu op het ogenblik wel heel erg leuk om even wat anders te doen ook, tussendoor. Maar ja, weet je wat gemak is? HD speel je op een tablet. En dat is wel erg lekker. Vind ik wel erg fijn. Het grote voordeel is dat je dan gewoon even lekker lui op de bank kan hangen. Of in de zonnestoel, whatever. Met een parasol boven je en een tequila naast je, weet ik veel wat. Dat je dan even lekker kan relaxen, weet je wel. Dan kun je een iPadje erbij pakken. Lekker, hey, dat vind ik wel fijn. Dat doe ik dus wel tussendoor.
Dus vandaar dat de machines ook in principe wel redelijk doorlopen. Daarom wil ik dus die spullen allemaal overzetten. Want dan kan ik wat overvoorraad gaan creëren. Want wie weet komt er wel een triple XP week. Hè? Je zal het maar... Het zal maar gebeuren dat dat gebeurt. Ja, dat was duidelijk, hè? Oké. Veel plezier deze week met het mooie weer. En heel veel werkplezier als je ook moet werken. Dus ik ga je verlaten. Daar. Tot de volgende keer. Hey, later.